Ik ben Enzo Kuhorgen, ik ben 16 jaar oud. Ik doe aan gewichtheffen. Ik ben 1,96 meter lang, 135 kilo zwaar. Ik ben geboren in Nijmegen. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader komt uit Ghana. Gewichtheffen is vooral bekend in landen als China, Bulgarije en Rusland. Het bestaat uit twee onderdelen, trekken en stoten, waarbij kracht zeker niet alles bepalend is. Loeien sterk is voor ons eigenlijk secundair. Het is technisch een hele moeilijke beweging, vooral het trekken, de eerste wedstrijdbeweging. Ik zeg altijd tegen leken, nou probeer maar eens met een bezemsteel boven je hoofd met gestrekte armen een kniebuiging te maken. Nou, dat is al moeilijk genoeg en Enzo doet dat met 150 kilo. Op vrijdag heb ik af en toe een rustdag, maar voor het algemeen ben ik gewoon niet elke dag. De motivatie om door te blijven gaan, dat is voor mij het belangrijkste. Dus als je niet elke dag komt trainen, omdat je geen zin hebt, dan ga je er in mijn ogen niet komen. Je kunt door blessures thuis zitten, maar als je geen zin hebt, ik moet gewoon elke dag trainen. We proberen hier wel echt een topsportklimaat te creëren. Het is niet zo heel makkelijk, maar we proberen daar dichtbij te komen. Topsportprogramma. En ja, hij heeft die missie en je kunt wel zien dat het echt een hele gemotiveerde jongen is.